Yeah. We zijn al een tijdje natuurlijk met elkaar in contact, want dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar we hebben toch vrij vlot afgewikkeld, omdat men hier een stukje professionaliteit in feite beschikt. En dat wij dat ook inmiddels in ons concern in feite dus hebben opgebouwd. Dus we gaan straks dat contract tekenen. Je kunt je de vraag stellen in feite waarom dat Oost-Nitia in feite heeft overwogen en besloten in feite om Sportclub Heerenveen te sponsoren. Nou, er zijn verschillende overwegingen. Doen we het ook in kader van naamsbekendheid. We hebben gemerkt in feite dat we daar toch niet helemaal in scoren. Dus dat hopen we dan in feite met de reclame die we net in feite gepasseerd zagen. En in het stadion in feite en verder te improven, te verbeteren. Het tweede punt is natuurlijk de betrokkenheid bij deze regio, de sociale betrokkenheid, bij Heerenveen, bij Friesland, bij jullie allemaal, bij de supporters en uiteraard ook bij onze medewerkers. Want die vinden dat fantastisch dat we dit doen. En Jeroen zal straks toelichten in feite dat wij constant op zoek zijn naar nieuwe mensen, kwalitatieve mensen. En dan is het belangrijk natuurlijk dat je ook dit soort zaken aan je bindt. De partnerschap wat we aangaan hier samen vandaag is denk ik een hele mooie en een hele logische. Het was voor mij geen enkele twijfel om daar volmondig ja op te zeggen toen het voorgesteld werd. Er zijn ontzettend veel parallellen. Bart noemde het woordje welk vlees we in de Kuip hebben. Nou, ik weet niet of de Kuip het beste woord is. Je kunt ook zeggen het vlees in de Abel Enstra stadion. Laten we het daarop houden vandaag. Maar wat ik wil benadrukken is dat Oost-Nitia is een bedrijf, is een prachtig bedrijf. We hebben een lange historie, als je terugkijkt naar ons verleden. Hetzelfde geldt voor de sportclub. We zijn allebei ambitieus. We zijn sportief. En sportief kun je in meerdere manieren bekijken. Ik denk dat we elkaar daarin kunnen vinden. Vooral ook in de ambitie, het vooruitkijken, de toekomst. We willen graag winnen. We willen graag winnen door samen te werken. Sport is daarin niet anders dan hoe wij onze bedrijfsvoering binnen Oost-Nitia voerden en willen blijven voeren. Daarbij kijken we niet alleen naar onszelf. We kijken ook absoluut naar de wereld om ons heen. Onze mensen, onze consumenten, maar ook onze medewerkers en de gemeenschap hieromheen. We hebben een hele duidelijke verbintenis met het noorden. Met al onze locaties in de verschillende steden in Noord-Nederland. In het bijzonder nu in Heerenveen. Dus ik denk dat we daarin elkaar ook kunnen vinden. Uiteindelijk willen wij met onze producten mensen een betere kwaliteit van leven bieden door bijzondere voedingen aan te bieden. En ik zeg altijd, gezondheid komt niet alleen met voeding, bewegen. En daarmee de link naar sport is een hele belangrijke. Sport is een belangrijke groot goed ook om gezond en een gelukkig en een vrolijk leven te hebben. Want laten we wel zijn, het is belangrijk om de goede dingen te doen, maar het is helemaal belangrijk om die goede dingen samen te doen op een leuke manier. En ik denk dat we daar vandaag een prachtige start van een nieuwe samenwerking kunnen vieren met elkaar. Ik ben ongelooflijk blij dat wij hier vandaag zitten. Blij omdat wij een geweldige hoofdsponsor hebben gevonden. Die past bij wat wij zochten en we hebben ons best wel wat doelen opgesteld. Daar zijn wij hard mee bezig geweest. Die waren duidelijk. Wij zochten een partner die langere tijd met ons in zee wilde gaan. Want we zitten in een heel belangrijk jaar in ons 100-jarig bestaan. We hebben onszelf ten doel gesteld wat wij wilden, zeg maar vanuit het shirt. En daar zochten we een partner bij met de doelstelling die wij hadden neergezet, die daar naadloos bij paste. En dan zit je samen wel eens een keer te filosoferen. En wij met elkaar, met de hele groep zoals we hier zitten vanuit de club. En dan maak je wel eens een lijstje van wie zou er nou het beste bij passen. En daar kwam de naam van Oost-Nitia meerdere malen aan voorbij. Want dat was eigenlijk, en dat is nergens niet om, dat was eigenlijk onze ideale partner die daar naadloos bij paste. We waren al een tijdje in gesprek. En het is heel mooi en ik ben echt een gelukkig en een trots man om hier te kunnen zijn op deze dag, op dit historische moment van de ondertekening van dat contract. Een langdurige overeenkomst. We gaan samen het 100-jarige bestaan vieren en we gaan samen kijken hoe we elkaar kunnen versterken in dit partnership. En daar ben ik blij in, daar heb ik alle vertrouwen in. En ik ben heel trots dat dit gelukt is en dat we hier zo aan tafel zitten. Dat meen ik echt, want we hebben ook de Friese roots hier aan tafel zitten. We hebben dezelfde doelstellingen en de wensen en ik heb echt het idee dat we elkaar kunnen versterken. En in de huidige setting zoals we hier zijn, in de groep die we op dit moment hier zijn, binnen en buiten het veld, weet ik dat daar alle mogelijkheden en intenties bij zijn. En dat die waarde ook voor elkaar kunnen betekenen.
Daar moet je soms geduld voor hebben. Het loont soms best de moeite om even te wachten op mooie dingen. En daar is dit echt het prototype van. We hebben dat met heel veel beleid en met zorg gedaan, samen ook. In de samenstelling zoals wij nu hier zitten, maar daaromheen nog heel veel mensen die daarmee actief zijn geweest. Ja, dat dan uiteindelijk leidt tot de dag van vandaag, daar ben ik nogmaals ongelooflijk blij, maar met name ook trots op zoals we hier zitten met elkaar achter deze tafel. Niet in de laatste plaats wil ik daar echt een compliment geven aan mijn, voor mij linkerbuurman, voor uw rechterbuurman Martin. En Martin is hier begonnen met een hele duidelijke opdracht, hoe gaan we deze klus klaren samen? Hij had daar een hele belangrijke rol in. Ik heb dat vanzelfsprekend van dichtbij meegemaakt, begeleid, geef het woord wat je wil daaraan, maar ik ben diep onder de indruk geraakt van hoe hij dit opgepakt heeft. En hij heeft daar een heel groot gedeelte in, dus ik, hoor ik net ceremoniemeester jouw nieuwe titel, ik vind hem eigenlijk wel bij passen, Marco, bij deze. Ja, laten we die er maar inhouden, deze. Als jij het ermee eens bent, wou ik het hierbij laten en wou ik eigenlijk heel graag snel het woord aan Martin geven. Lijkt me een goed idee. Goed zo. Alsjeblieft, jongen. Ja. Dankjewel, Kees. Er werd mij anderhalf uur geleden gevraagd of het voelde alsof ik jarig was. Of het algemeen is dan zo dat je hier ouder voelt worden. Ik kan nu heel eerlijk uit de grond van mijn hart zeggen dat ik me een stuk jonger voel dan dat ik me het afgelopen jaar gevoeld heb. Maar ik ben vanaf oktober in gesprek geraakt met Ausnutria. En daar hebben de contacten heb ik daar gelegd en daar zijn we eigenlijk direct heel constructief, maar eigenlijk heel breed georiënteerd hebben daar gesproken. En in navolging daarop is het contact gebleven. En dat is wat geïntensiveerd aan het begin van 2020. Wat uiteindelijk dus tot de dag van vandaag heeft geleid. Ik kan me alleen maar aansluiten bij wat er door de heer is gezegd. Je zoekt naar een partner die in vele opzichten aansluit. In de tussentijd hebben zich natuurlijk allerlei bedrijven voorgedaan. Die we met alle EGA's hebben ontvangen. Maar daarbij hebben we continu vastgehouden op de woorden die eigenlijk bij ons op de muur geschreven staan, zonder dat u ze misschien ziet, maar dat is die rust en die continuïteit. En we zijn ongelooflijk blij dat we die rust ook in dit opzicht hebben kunnen en durven bewaren. En dat uiteindelijk heeft geleid tot de partner die er nu is. Uiteraard is het zo dat daarin ook van mij destijds de gedachte was van wat is er nog meer en wat komt er op dit moment als club nog meer om ons af als merkbeeld buiten Nederland. Dus in die link was ook in mijn gedachte op een gegeven moment natuurlijk het woord en het merkbeeld Ausnutria zeker eentje die voorbij kwam. Dus ik voel me ongelooflijk trots en vereerd dat ik hier een groot onderdeel van mag zijn. En het is nu aan ons om het gezamenlijk als partners te gaan uitwerken. Ik wil daarbij heel graag alvast ook de mensen om mij heen, zeker ook Marco en Paul Spijkerman van de marketingafdeling, maar ook de mensen daar weer omheen, ongelooflijk bedanken voor hun inzet de afgelopen dagen. Het is heel spannend. Er moet dan heel veel gebeuren. Als straks de persconferentie afgelopen is en daarna, dan moet er ook nog heel veel gebeuren voor de fantastische wedstrijd, hopelijk morgen. Daarbij hopen we dat u iets eerder naar de tribune kan gaan, zodat we deze fantastische commercial ook in het stadion met z'n allen beleven. We zijn volledig uitverkocht morgen. En ik denk dat we allemaal inzien dat Amsterdammers wel eens op een andere manier hier zijn gekomen dan dat ze morgen komen. Dus laten we hopen dat we met z'n allen een fantastisch feest van kunnen maken. Dat we dat kunnen doen in de toekomst, dat we dat in de komende jaren kunnen doen. En zoals we naar elkaar uitgesproken hebben, wij hopen dat dit om een zeer langdurige samenwerking gestaafd mag worden. Dankjewel.